Deze zie ik dan, man. Hoppa, hier ook. Oh, voor het van de zijkant, hier. Hier ook. We zijn in de White House! Ah, dit ken ik nog wel van deel 1. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We gaan een potje of een game, de Division 2, de open beta spelen. Ik heb hem net gedownload en ik heb in het verleden heel veel Division 1 gespeeld. En ik hoop dat het een beetje te horen is met het achtergrondgeluid. En dus scrollen we door. Connecting. Patch update. Allemaal mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik ben eigenlijk benieuwd wat je in de beta al kunt doen. Zo, we zijn eindelijk in de game. Moest even wat dingetjes doorlopen. Het menuutje. We gaan dus even kijken. Select the character. Daar beginnen we mee. Toch wel body type. Oh wacht, we gaan we zijn mannetje. Randomize, we gaan continue, turn head, kunnen we nog doen. Woe! Rotate right, left, nou mooi, helemaal prima. Confirm, yes! En dan beginnen we eigenlijk met een leuk filmpje. We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free wifi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. Het ziet wel vet uit eigenlijk, al moet ik eerlijk zeggen. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. Het is wel een lange intro, maar hij is wel vet. Ik ga eerder, hij is super vet. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? Oké, dat was een super vette lange intro en we gaan gelijk beginnen. We hebben wat opties gehad. Waar moet ik heen? Oh, ik zie daar een mark. Reach the White House binnen 100 meter. Okay. Oh, er wordt geschoten, of niet? Oké, okay, nou, dat ziet toch vet uit. Alles een beetje vergaan zo. Oké, okay, dit is een wapenchange. Wat gebeurt hier? Oh, dit is reload. Dit was vierkantje, driehoekjes en wapen. Dubbel klik, oké. Okay. Ja. Daar moeten we in, daar moeten we in. Oh, kruisje. Gewoon gelijk, ja toch? Wauw, ik dacht dat ik een headshot ging maken, maar dat viel me vies tegen. Hebben ze nu allemaal? We hebben ze allemaal. Ik zie trouwens dat mijn controle ondertussen leeg is, maar dan gaan we straks even kijken. Kun je hier nog een loot of zo? Of hem iets praten? We gaan gewoon door, we gaan gewoon door. Het raar dat er niks ligt, hier liggen we dan niet. Een restock, ah. Oké, hier hebben we ammo. We hebben 31 assault bullets erbij. Dan kunnen we ook sneller rennen. Oh, ik zie daar de gasten. Oh, hier zitten. The White House is under attack. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Hij ziet ons niet. Oké, okay, dit ziet er allemaal heel makkelijk uit, hè? Maar dit is gewoon even gewenning. Deze hebben we. Waar is die andere? Ga gewoon naar toe. Help haar hier ook. Dat zijn allebei. Je kunt ze niet looten, hoor, wel. Looks like they've cut down a group of hyenas and are headed this way. Agent, if you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Keep pushing forward. Oké, dan wordt daar gevochten. We gaan richting de White House. Wat gebeurt er allemaal? Hey, dit is water en dan moet hij langs. Zo, er wordt even gevochten. Ik heb wel het gevoel dat ik heel langzaam loop, maar misschien.
Oeh, wat hier verschuilen. Oeh, dat zijn heel veel. Dat hebben we, die hebben. Die hebben we ook. Was die andere Duitse? Oh, deze goed. Ook granaat weg hier. Oeh, het zijn er veel, man. Nee, gewoon pak. Bam, 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 bam. Oh. Ook mis. Meteen achter ons? Nee. Kom, oh. Pakken. Die moeten we. Die moet je granaat. Hahaha, en dan ploft hem daar. Daar is er eentje. Het is allemaal level 1'tjes nog, dat is wel chill. Ik hoor graag gewoon iets naar voren. Oh, oeh, dat is wel fit. Die ook te pakken. Die moet ik. Deze heb ik dan, man. Hoppa, hier hebben we ook. Oh, voor het van de zijkantbraad. Hier. Die hebben we ook. Deze is mis. Ik heb geen granaat of zo. Ook granaat voor. Oh, reload, reload, druk snel. We moeten pushen, dan pushen. Oh, ik zit heel laag, ik zie nog niks. Oké, pushen door, pushen door. Waar is de rest? Het is daar nacht, hè? Laten we alleen redden. Hoppa. En we hebben de laatste ook. We zijn bij de gate, we zijn bij het hek. Enter the White House. Hoe kom ik daar dan? There's the agent! Get that fire out! Oh, de fire. Oh, oké. Okay. We zijn in de White House! Ah, dit ken ik nog wel van deel 1. Dit was je base of operations, zeg maar. Van hieruit deed je altijd alle missies. Ik weet niet of het trouwens toen ook de White House was. Het was een andere soort. Ik zei het toch? Base of Operations. Ik zie trouwens dat mijn camera gedeeltelijk in de beelden staat. Enter the safe zone. Weapons and skills are not allowed. Oké. Okay. Het mooie is. Oké, okay, ik ga heel even die camera iets omlaag zetten. Want volgens mij. Oh nee, we laten hem ook gewoon staan. Vanuit de Base of Operations. Kijk, okay, dit is de map. Doe je altijd zeg maar. Je opdrachten. Maar we gaan even rondlopen. We gaan gewoon naar binnen. Dank u, Dick. Naar binnen. Meet the division coordinators. Upstairs. We gaan naar boven. Wel mensen gereanimeerd iets, wel een soortje. En het mooiste is hoe verder je in de game bent. Volgens mij unlock je dan die dingen of doe je dan upgraden. En hoe je skills beter. Dat was in ieder geval bij 1. We enteren even deze room. Dus ik weet niet of dat bij 2 ook is. This is you. Duidelijk, duidelijk. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Okay. I think that's the first mission. Introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, agent, head downstairs and check in with the quartermaster. Oké, we hebben onze eerste missie binnen. We krijgen wat uitleg over de base of operations. Nou, dat gaan we nu allemaal niet lezen. Maar het idee is wat ik eerder al zei. Vanuit hieruit doe je al je, ja, bijvoorbeeld je skins of je wapens of je missies ophalen. Dus van hieruit doe je steeds opdrachten. We hebben iets unlocked. Een Latin Escort Quartermaster. We gaan nog een rondje lopen. Oh, wat gebeurt er? We zijn ook een level up! Jee! 100% health erbij, een SID tech, een field.
Chase. Dus dat weet ik niet precies. Ik kom straks al achter. We lopen even een rondje hier. Nou, we hebben hier allemaal. Hier is nog niet zoveel aan de hand. Ik kan er niks doen, denk ik. Hier dan misschien. Oh, daar moeten we heen. Volg de gele puntjes, zou ik zeggen. Linksaf? Ja. Is de koalemaster. Hey, over hier. Open de menu. Skills unlock available. Oké, okay, wat wil ik hebben? Oeh. Even kijken, er zijn 8 in totaal. En je hebt variaties, dat is duidelijk. Unlocking skills, ja. Yeah. Wat wil ik hebben? Doe het lijkt me wel vet, wat heb je nog aan? Cam launcher, drone. En zie ik mee. Ik denk dat die rode nu nog niet kan, dat misschien de beta. Oh, unavailable de beta staat erbij. Ik wil gaan voor de turret, die lijkt me wel vet. Ja, unlock money op. Volgens mij hebben we er dan nog eentje, toch of niet? Oh, je kan hem ook upgraden, zit. Als je 5 of waarschijnlijk zal die andere ook nog weer 5 nieuw zijn. Oké, deze hebben we dan geëquipt. En perks. Ja. Kom over hier. Heb ik daar punten voor? Ja, yeah, wat is dit? Hey, you! Oh, wat gaan we doen? We doen deze unlock. Max een weapon slot. Klinkt misschien goed. Ik weet eigenlijk niet zo goed dat ik precies om te unlocken ben. Ja, die turret was geloof ik allemaal. Maar we hebben ook nog eentje, één skill available. Dan wil ik eigenlijk nog wel die zieken, maar dat lijkt me ook wel handig. Ik heb het required one. Oh nee, kan dat niet. Oh, ik heb alleen een SID token, dat zijn deze dingetjes. Oké, wat zou ik nog meer doen? Field. Oeh, ik denk dat dit heel handig is. We gaan onze back even upgraden. Ik kan natuurlijk meer troep meenemen. Ik zie wat gaat zo meteen. En staff rooster. Personeelsrooster man. Oké. Okay. Dan kun je dus. Oh, wat gebeurt er? Ah, nu komt onze eerste missie. We gaan de eerste missie doen, denk ik. Ik dacht dat hij net al kreeg. Ja, is goed. Call for backup, set weapon point. We staan op een close map. We gaan erheen. Oké, hoe komen we eruit? Wacht even. Search. Even kijken, dit is wat we hebben. Maar wat zit er dan in die... Oh, die kunnen stashen. Ah, oké. Dat is waar ook inderdaad. Ja. Ik kan dus straks uit de map inderdaad alle spullen meenemen, onder wapens en zo. En die kun je opslaan in die stashbak. En dan kun je ze pakken wanneer ze nodig hebben. Maar we gaan richting... Given our situation, we need the help of the settlements, but they can't do much to gate. Survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that open. We have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing. Okay, nu lopen we dus maar buiten. But when DC is the priority, en vanaf nu is het hostile territory. Intussen wilt hij wel een beetje door. We rennen gewoon de wave. Met boog geschoten. Nou, ook gewoon door. Haha. Kunnen we hier overheen? Ja, natuurlijk. Oh, verkeerde knop. Ik zit kruis te drukken, maar dat, dat werkt niet. Dat hoor ik hier allemaal. Het is nog rustig op straat. Echo, nearby. We hebben daar geschoten, kom maar eens aan op al. Nee, we gaan onze missie doen. Oeh. Kunnen we die surprisen? Incoming backup request. Dat is één. Oeh, die andere mist. Waar is er met z'n tweeën? Oh, hier nog eentje. Heb je die loot bij ze of zo? Nee. Er is helemaal niks bij ze, joh. Hoe kan dat nou? Geen wapen of iets? Oké, we gaan door naar onze missie.
Maar dit is een hond. Run! Oh, there's our bad guys. Bad guys. Ah, volgens mij hadden we drie voor de prijs van één bijna. Dat is allemaal niet, toch? Is dat dood? Ik kan niks van ze oppakken. Nou, we gaan wel even door. Item of interest. Oh, oké, chill. Even kijken, die collect crystal skull. Ik weet niet wat ik nou opgepakt heb. Character. Kun je dat hier zien? Inventory. Character. Nieuwe skin bij de base operations, ja. Yeah. Maar we hadden iets opgepakt, toch? Oké, okay, waarom kun je dat vinden, jongens? Nieuws, social, progress. Nou, we gaan even door met onze missie. Ik ga straks in die baas even kijken. Volgens mij hebben we het ergens meegenomen, maar ik kan niet zien waar het is. Volgens mij die dingen kun je oppakken. Kun je bijvoorbeeld verkopen om geld te verzamelen. Dat hoor ik allemaal, joh. Maar ook om dingen te craften, zeg maar. Om betere wapens en armor en dat soort shit te regelen. Oh. Oké, hier zijn allemaal guards, ook. Ik heb niet helemaal door. Oh. Kun je niet echt sliden of zo? Hier ook. Oh, er zat gewoon achter me. Oké, dit is dus echt level 1. Het is wel hoe verder je op de map komt. Dan kom je natuurlijk hogere levels tegen. Dan gaan ze beter schieten. En ze hebben dan ook meer armor. Betere wapens en al die soort dingen. Ik dacht dat ik hier nog een zag. Was dat niet? Wat hebben we hier? Loot al? Op een idee. Ah, dat is dus loot. Oké, we gaan die steegje in. Richting onze missie. Ik zie er bijna liggen. Ik hoor wel weer van alles. Dat is een creepy game eigenlijk, man. Je hoort dat allemaal waarom. Volgens mij is hier wat, of niet? Op de raden zijn, denk ik dat er wat is. Of ze er boven zijn of zo. We gaan even verder. Klik dit, loot. Chill. Oh, je moet dus wel goed oploeten. Die zie je dus niet door raden, ligt gewoon overal een beetje verstopt. Oké, okay, we gaan richting, wat was het eigenlijk? Het theater. 180 meter, man. Daar wordt geschoten. Die hoor, ik weet het niet. Volgens mij, oh, die groene hoort mij natuurlijk. De... Bam, 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 bam. Zijn dit ze? Oh, ze zijn ook al weg gewoon. Oh, er zit er nog één. Inmiddels is het open, we gaan gewoon door. Nog 80 meter! Wat zei die? Hadden we maar bedankt. Hé, hey, daar ligt hij wat. Ah. Where's the prisoners? I guess they're moaning. So you let them go? Je vindt dus ook overal inderdaad allemaal soort side missions zoals je ook bij Red Dead hebt en allemaal dat soort games. Tenminste, het was bij 1. Ik ga eruit dat het allemaal een beetje hetzelfde is. Oké, we zijn bij het monument. Deze gaat open. Oh. We gaan er binnen. Find Sawyer. Just volgende de balletjes, weet dat. Oh, hij omhoog. Muziek erbij. Safe area detected. Ik heb weer een stukje film.
Oh, dat was het. En volgens mij, als ik het nu goed heb, heb je nu een soort... Ja, zie wel. Hoe verder je ontdekt op de map, dan vind je van dit soort safe houses en safe areas. Ja. En dan kun je daar volgens mij respawnen of zo, als ik het goed heb. Of opslaan of beginnen. In ieder geval, je kan... ja, naarmate je de map dus groter hebt. Dat is ook bij GTA trouwens. Hoe meer je unlockt, hoe makkelijker het vaak wordt om van punt A naar B te gaan. Oké, dan gaan we het unlocken. Talk about it. If you're looking for Agent Kelso, she just left. Zo, ziet er niet best uit, hè? Oh, dat had verwonderd. But I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Oké, nu moet je dus inderdaad waarschijnlijk wat opdrachten voor haar gaan doen, zodat je bij haar in het krediet staat. Of zij bij jou natuurlijk. Zet de mensen. Ja, zie je wel. Dus settlement is een soort punt waar je games kan opslaan en vanuit kunt werken. En weer side missions kunt doen. Grand Washington Hotel. Set the waypoint. The Odessa Sawyer's daughter, Eleanor, is being held by the hyenas for leverage over the theater settlement. We need to get her back alive and unharmed. Oké. Nou, we hebben onze eerste missie een soort van gehaald. We hebben de settlement ontdekt en de tweede die is nu aan het wachten. Maar ik zie dat de video bijna een half uur duurt. Dus ik wil jullie voor nu willen even bedanken voor het kijken naar het eerste deel. En ik ga nog wel even een deel 2 opnemen. Maar laat even in de comments weten als jullie dit vet vinden. Van hey, vertel ons meer erover. Dan ga ik dat zeker doen. Als je zegt van laat me zitten, dan houden we er ook gewoon mee op. Tot nu toe vind ik het wel een vette game. Want ik zei, ik heb deel 1 in het verleden wel gespeeld. En dit is de beta, dus ik ben benieuwd. Niet alles is nog unlocked, maar we gaan het zien. Hey, dus laat even een duimpje achter. Laat even weten wat je ervan vindt. Goed Nederlands, je wil het, maar we komen er wel. En dan zie ik er weer later.